De montage van de 89 windturbines voor Windpark Frieslong volgde na het heien van de funderingspalen op het IJsselmeer. Deksels werden op mastdelen gemonteerd ter bescherming van het binnenwerk. Wieken voor de windturbines werden aan de hub gemonteerd. Werken op het water is erg uniek. Na het heien van 89 funderingspalen voor Windpark Frieslong, waarover Special TV eerder al een reportage maakte. Volgde de montage van de 89 windturbines. Daarvoor waren eerst nog interne platforms op alle funderingspalen gemonteerd. Sarens heeft wereldwijd al vele bijdragen geleverd aan de bouw van windparken op land en op zee. Maar Windpark Frieslong is zeker het grootste project op een binnenwater waaraan ze mochten meewerken. Volgens projectmanager Sarens, Mart van Hoorn. De pontonconstructie is ongeveer 62 meter lang en heeft een breedte van 53 meter en diepte van 3,5 meter. En bestond uit 3 Sarens pontonsecties. Een Sarens Twin Barge, Jozef en Rosa, van 51,90 meter lang en 19 meter breed en 3,5 meter diep. Daarnaast werden 2 Sarens modulair barge geplaatst. De deksels die bij de montage op de mastdelen van de windturbines werden geplaatst, werden aangebracht ter bescherming van het binnenwerk. Dit gebeurde als de wind weer eens stevig opzette. Het gewicht hiervan zal maximaal een paar ton zijn geweest. De pontonconstructie werd door 4 hydraulische spukpalen op de IJsselmeerbodem gestabiliseerd. De palen hebben een lengte van 38,5 meter en een diameter van 48 inch. De spukpalen werden vanuit de controleruimte op het platform bediend en gemonitord. De kraan die op de pontonconstructie gemonteerd was, is een 1250 ton klasse T-Rex PC 6800. Met een hoofdmast van 68 meter en een ballastwagen van 360 ton. Er was veel wind op dit gedeelte van het IJsselmeer. En daardoor kon er niet altijd doorgewerkt worden. Maar de planning werd wel weer gehaald bij afnemende wind. Sarens heeft veel ervaring met het bouwen van pontonconstructies. Een van Sarens specialisaties is het werken op het water. Ze bouwen geregeld complexe opstellingen op pontons, om bruggen te plaatsen en goederen te transporteren. Thank you.
Er waren door de corona-epidemie geen extra medewerkers aanwezig op de pontons. Om zo weinig mogelijk contacten te hebben. Daarnaast werd er voor iedere shift getest. De totale ploeg vrouwen en mannen aan boord bedroeg ongeveer 21 medewerkers. Wieken voor de windturbines werden aan de hub gemonteerd. Het monteren van wieken op de hub werd niet door Sarens uitgevoerd. Hiervoor werd een mechanisch aannemer ingehuurd. De wieken voor de windturbines werden in de haven van Oude Zeug aan de hub gemonteerd. Zodat ze dan in één keer aan de nacellen gehesen en gemonteerd konden worden. Nadat montage van de drie bladen aan de hub was voltooid, werd deze aan boord gehesen van de Barge 14, een ponton van Wagenborg. Met sleepboten werd de Barge 14.
met de windturbineconstructie naar het windpark gevaren. Werken op het water is erg uniek. Het IJsselmeer heeft een oppervlakte van 1133 vierkante kilometer en een gemiddelde diepte van 4,4 meter. Het IJsselmeer ontstond na de voltooiing van de afsluitdijk in 1932. Het werken op het water is zeker bijzonder en kan niet door iedereen zomaar worden uitgevoerd. Net als hijsen met wind. Iedere opdracht heeft zijn eigen moeilijkheid en zijn lastig te vergelijken. Volgens Mart van Hoorn, projectmanager Sarens. De montage van de windturbines werd volledig uitgevoerd door werknemers van Sarens. De kranen op de pontons waren niet de grootste die Sarens ooit voor een project op een ponton plaatste. In Noorwegen plaatsten ze hun 1600 tons Mach CC 88001 al eens voor een project daar op een ponton. Sarens projectmanager Mart van Hoorn was voornamelijk tijdens mobilisatie, opbouw en demobilisatie, afbouw van de pontons aanwezig geweest. Gedurende de installatie was dit helaas niet verantwoordelijk door de corona, volgens Van Hoorn. Het ponton bestond uit een twin barge, Tom, Wim. Dat is een bestaande ponton. Dit in tegenstelling tot de SSP, die was opgebouwd uit meerdere onderdelen. De kraan op het tweede ponton bestond uit onderdelen van verschillende kranen, maar van hetzelfde type. Dat was te zien aan de verschillende kleuren. Vanuit de fabrikant krijgen ze opgegeven welke delen waar moeten komen, zogenaamd configuraties genoemd. Het is dan vervolgens aan de gebruikers, zoals Sarens, dat de juiste delen op de juiste plek komen. En dat is volgens Sarens projectmanager Mart van Hoorn vooral een logistieke puzzel. Op de tweede pontonconstructie Tom Wim werd een andere kraan geplaatst. Hier ging het om een Liebherr LR 1750-2. Deze 750-tonner was voorzien van een nieuwe SX3 hoofdmast. Deze extra brede mast is speciaal ontwikkeld voor de windmolenbouwindustrie. Met deze SX3 mastsystemen kunnen hogere windturbines met zwaardere nacellen gehezen worden. En
en hoeft er in vergelijking met normale mastsystemen nu ook minder aantal mastdelen gemonteerd te worden. Omdat er nu minder hoogte nodig was door het SX3-systeem. Daarnaast zijn hijsspecialisten met dit systeem in staat met hogere windsnelheid te kunnen hijsen. En kwam dit nieuwe mastsysteem op het IJsselmeer zeker goed van pas. Het eerste basisontwerp, de voorloper van de SX3, een 10 meter brede en 3,4 meter hoge boombooster, kwam tot stand na brainstorm secties bij T-Rex kranen. Dit door de benadering van Ludo Sarens aan het management van T-Rex. Voor de ontwikkeling van een beter uitvoerend Griek systeem voor de CC8800 rupskraan. Waarbij de transportoplossing in een standaard 40-inch containers een inbreng van Sarens was. Het ontwerp van een transportkit container transportontwerp werd door Sarens uitgewerkt. Gezien de vooruitgang van de werkzaamheden en betrouwbaarheid, waren de beide kranen zeker een goede keuze geweest. Volgens projectmanager Sarens, Mart van Hoorn. De tweede boom boosterkit werd in augustus 2014 geleverd in de Noordoostpolder. Waar een deel van het transport van deze boom booster door Special TV werd gefilmd en er een reportage van gemaakt werd, toen onder een andere naam. De boombooster werd daar toen gemonteerd op een Sarens T-Rex CC8800 rupskraan. Daarmee werken windturbines geplaatst van Enercom met een naafhoogte van 135 meter. De grootste moeilijkheid zat in de voorbereiding. Het bepalen van de limieten waarbinnen de werkzaamheden mochten plaatsvinden. Volgens projectmanager Sarens Mart van Hoorn. Maar de uitvoering mag zeker niet onderschat worden. Al met al was het hele project een technische uitdaging en zijn ze bij Sarens blij dat het allemaal naar wens is verlopen. Gelukkig hebben ze daar bij Sarens een grote groep deskundige specialisten voor om die opdrachten uit te voeren. Zijn er nu meerdere kansen voor het bouwen van windparken op ondiep water met dit ontwerp? Daar lijkt het wel op, want bij Sarens is al geïnformeerd in aanleiding van dit project op het IJsselmeer. Het werk dat Sarens heeft uitgevoerd voor Windpark Friesland was technisch een behoorlijk hoogstaande opdracht en zal zeker de geschiedenisboeken ingaan.